In de tijd dat ik in Duitsland heb gewoond, drie jaar lang, heb ik ook heel veel bieren mogen proeven. En ik vond het mooie daarvan dat iedere streek eigenlijk een heel uitgesproken pilslager had met hele verschillende smaken en aroma's. En dat vond ik zo leuk. Toen denk ik van nou, dat willen wij eigenlijk of wil ik zelf ook gaan brouwen. Proost. En toen dacht ik, ja, ik kan het wel in mijn eentje gaan zitten doen. Maar uh, het is ook leuk om dat met vrienden te doen. En uh, zo heeft hij ons erbij gevraagd. Ja, want jullie zijn met ze vieren. Maar ja. niet iedereen is er vandaag. Nee, ja, de, we hebben ook allemaal nog een baan erbij. Dus uh, David de, de is er niet, uh, helaas. Die moet gewoon uh, ja, zijn eigen bedrijf uh, runnen. Deze vriendengroep uit Bergen heeft zo een jaar geleden een eigen brouwerij opgezet. En dat gaat inmiddels ontzettend goed. En nu, dus net bij de European Beer Challenge, goud voor onze Unfiltered Lager. Ja, dat is Kijk. En dit gouden biertje moet, net zoals bij de inspiratiebron, vooral in eigen regio te krijgen zijn. Daarom staan ze ook op het Woodlands Festival. We zien 300 meter verderop. En ja, als we dan gevraagd worden daar te gaan staan met een kraftbar, dan wordt dat niet zomaar een bar. Maar dan, ja, dan zijn we dus nu gewoon wel stiekem fulltime bezig om zo'n onwijsgave bar te realiseren. En van achter die bar zullen ze al hun soorten bier gaan verkopen. Ook hun Unfiltered Lager. Die zo speciaal is omdat hij vijf soorten mout heeft. Heel veel soorten hop. Dus het is eigenlijk wel een heel speciaal biertje. Maar aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het toch ook wel weer gewoon een pils wat lekker doordringt. Daar focussen we ons ook echt op. We willen echt doordrinkbaar bier op de markt gaan brengen. Dat je dit niet bij eentje laat, maar bij twee of drie of uh, zoveel je maar wilt. Dat hangt een beetje vanaf wat je de volgende dag moet doen.